Like als jullie ook van cadeautjes houden, want daar gaat deze video om. Job heeft mij zo vaak in de maling genomen, met als gevolg cadeautjes voor mij. En dat was leuk, maar vandaag zijn we zelf aan de beurt. Er is hier een kleizende hotelkamer. En die heb ik volgestopt met cadeautjes. Zelf ingepakt. Ik heb een code op de kluis gezet. Dus zomaar openen, haha, dat kan niet. Job denkt altijd heel erg diep na over dit soort dingen. Het is waarschijnlijk dat hij dat het een 100-cijferige code is. Terwijl de code 0000 is. Ik ben benieuwd of hem het gaat lukken. En ik weet zeker, Job kennende, dat hij wel een van de cadeautjes aan jullie wilt weggeven. Dus even liken, abonneren en reageren als je kans wil maken. Ik denk dat Job niet kan wachten. Maar eerst, hoe werkt dit? Oké, jongens, ga ik jullie eens even laten zien. 0, 0, 0, 0. Enter. Ta-ta-da-da. En je ziet er niet zo goed. Oh, en je ziet het perfect. Hallo, cadeautjes. Jullie weten niet hoeveel moeite ik hiervoor heb gedaan. Ik weet dat Job van 3 dingen houdt. Snoep. Oh ja, en snoep. Dus vandaag gaan deze cadeautjes in zijn smaak vallen. Ik ga hem roepen en ik ben vooral benieuwd wat hij van het kistje zal vinden. Let's go. Job was net aan gaan kloppen en we gaan de deur open doen. Hallo Job. Ik hoorde dat er cadeautjes voor mij verstopt zijn. Die zijn zeker verstopt. Oh, oké, en je bent er. Oké, Jaywin heeft mij het idee uitgelegd. We hebben hier een kluis. En deze kluis zal, als het goed is, vol zitten met leukigheidjes voor mij. Like trouwens als ik een van deze leukigheidjes moet weggeven aan jullie. Maar ik denk, Jaywin kennende, Jaywin is niet echt een geheime spion of een secret agent. Voor zover ik weet. Dus ik denk dat het heel makkelijk gaat zijn. En misschien wel gewoon door dit te doen. Oké, nou dan gaan we beginnen met codes kraken. Met de tuber. 1, 2, 3, 4. Let op. Enter. Het gaat echt niet zo makkelijk. Ja, weet het. Ik ben ooit president geweest van de Verenigde Staten. Dat is een leugen. 777. 777 is een geluksgetal. En daarbij zal je dus ook open. Ja, ik heb mijn cardio-oefeningen net gedaan, dus ik weet het allemaal niet meer zo goed. Wat dachten jullie van Jones' geboortedatum? Wanneer ben je aan? Ik denk dat er een alarm beneden nu afgaat, want er zit hier een cameraatje in. En ik denk dat wij een serieus probleem hebben, want de receptie denkt nu namelijk dat er een inbreker is die probeert... Oké, laatste. Denk simpel, joh. Denk simpeler, denk niet out of the box, maar... Ik vermoed, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat wij even naar beneden moeten gaan via de lift of de trap... om de receptie te vragen dat dit dingetje open kan. Nou, we weten het nu ook wel, hoor! Maar ik ben weer terug en ik ga weer proberen om de kluis te openen. Ik heb begrepen van de receptie dat je het 8 keer kunt proberen en dan is het, snap je, dood. Dus ik ga het proberen en ik moet denk ik simpeler denken. Kijk, als ik een code moet onthouden is het meestal 1, 2, 3, 4. Maar die heb ik al geprobeerd. Anders is het gewoon 9, 9, 9, 9, 9, 9. Of wat komt er na 9, 10? Maar meestal is dat bij een koffer of iets gewoon heel simpel 0, 0, 0, 0. Maar waarschijnlijk heeft je... Wacht! Wat doe je nou? 0, 0, 0, 0. Ik bedoel, het gaat er... Jeetje! Shh, speciaal moment! Oh my god! Hij heeft het gevonden, jongens. Jongens, ik heb zoveel cadeautjes gegeven aan Jaywin en Soraya door de tijd heen. Als laatste. Mag ik hem nu openen? Nee. Als laatste. Jongens, er is nog zoveel meer! Ik denk dat ik even een goed belichte plek ga opzoeken in deze hotelkamer die ik veel te duur heb betaald. En dan ga ik je openen! En ben ik heel benieuwd wat erin gaat zitten. Nou dames en heren, het is misschien een beetje vreemd om een stukje van de video op te nemen op de badkamer. Dit is namelijk... Het is de badkamer. Maar we hebben geen andere keuze, oké? We hebben niet alle luxe middelen, alle luxe privileges op aarde. We gaan beginnen, ik heb er zin in. We hebben het allereerste cadeautje hier zo. En dit is ingepakt als een mega snoepje. Dus ik ben enorm benieuwd wat er in al deze cadeautjes verstopt gaat. Een minion? Oké. Ik ben benieuwd wat er in deze minion gaat zitten. Ja, ik werk toch al 5 jaar voor je. Ik dacht, hé. Je werkt al 20 jaar voor, maar we zijn clones van onze oude ik. Hoe bedoel je? Hij is door midden. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe de banaantjes... Weet je, ik haat dit soort dingen, want ik krijg ze... How could this happen to me? Het volgende wat we hebben is dit. Wat is dit, zou je vragen? Ik heb geen idee, maar... Jaywin, je bent echt een baas als je dit überhaupt voor me hebt verwerkelijkt. Willen verwerkelijken, dus... Job, drink jij nog energiedrank?
Wacht even, ik heb twee dingen. We beginnen met de eerste. Een unicorn roll. Ja? Een Soraya, het, oh gosh, Soraya, ik hou hiervan. Ik hou van zuurigheid, daarom is mijn leven een drama, het is alleen maar zuur. En ik hou van snoep, dus we gaan hem eten. Mmm, twee tandartsafspraken in één week. Heerlijk. Volgende. En dan heb ik dit gekregen. En dit is een bling ring. Er staat een hele coole gozer voorop. Ja, als je dat maar weet, ja, het gaat allemaal om dit. Dit is een bling ring en ik denk ook dat ik deze ring, dus... Weet je, kijk, ik voel me eigenlijk al jaren eenzaam, dus ik ben hier heel blij mee. Job, wil je met me trouwen? Natuurlijk wil je met me trouwen. Het is een blink. Oh, bro. Het is wel goede verdediging. Aanvallen is niet nodig. De vraag is natuurlijk hoe smaakt deze blink ring. Bye, Joe. Bedankt. Ik vind het lief grills. Mijn lievelingskleur samen met Ros niet doorvertellen. Ha. Ha. Pas op voor je kiezen. Een goede, goede kiezen. Denk je dat dit niet kapot kan? Nee, het kan niet kapot inderdaad. Je hebt gelijk. Lekker? Nee, we gaan door naar de volgende. Ah, ik kan niet meer van mijn vinger af. Ik kan van mijn vinger af. Het volgende wat we hebben. Let op, ik kan sound effects, hè. Mensen horen dat thuis. Nou, daar gaan we, jongens. Ik ben heel erg benieuwd wat hier... Oh my gosh! Het is goedkoop snoep. Ik hou van goedkoop snoep. Ik hou van goedkoop en ik hou van snoep. Vandaar ook de mensen om mij heen die er zijn. Happy Crispy Cups. Waarom is dat gewoon iets wat ik Jill zie bestellen in de Amerikaanse bar? Doe maar Happy Crispy Cups. Nee, we gaan het proeven. Ik ben erg benieuwd. Ik vind het lief dat Jill dit voor mij heeft meegenomen. Het zijn ijshoorntjes met... chocolade. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Oh, dat is een hele mooie opening. Waarom zijn Happy Crispy Cups verpakt in een baksteen, bro? Dit is echt bizar. Oké, ik ben benieuwd, jongens. Je moet een boek natuurlijk niet op het uiterlijk beoordelen. Wees een keer blij met wat je krijgt. Oh gosh, jongens. Hoe lekker gaat dit zijn? Ik ga dit heel genuanceerd en rustig eten, want het is Die andere, durf het niet, waag het niet. Nee, joh. Einde. Einde. De sleutel zit er boven. Einde. Nee, het is goed. Het is duidelijk. Ik weet het hoor. Ik weet het. Ik snap het. Wat is dit? Weet je, mag ik één idee? Je kan echt niet inpakken. Oh! Oh, een gouden bal. Wat kan hieronder zitten? Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Het is chocola. Stop. Het is in ieder geval belangrijk bij chocolade, voornamelijk als het een mooie ronde vorm heeft, dat je het wederom mijn favoriete woord genuanceerd. Wel lekker. Het volgende, jongens, ik ben benieuwd wat erin zit. Het is vierkant, net zoals SpongeBob en mijn hersenen. Bro, je bent echt een baas. Jongens, allemaal in de comments. Jeroen is een opperbaas wanneer niet mijn koelkast leeg eet. Ik heb hier action figures van Five Nights at Freddy's en The Twisted Ones. Dat is iets wat ik niet ken, maar Five Nights at Freddy's wel. Dus ik hoop dat ik een personage van Five Nights at Freddy's krijg. Ja, er zijn allemaal verschillende soorten. Dat kunnen jullie hier achterop zien. Dat verschilt van Freddy naar de Golden Freddy naar al die andere mannen. Oké, jongens, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Deze dingen zijn duur. Jeroen heeft hier geld voor uitgegeven. Ik heb deze dingen gezien voor zo'n beetje 8 euro. Dus ik schaam me eigenlijk dat ik dit op deze manier. Maar niet met mijn ik bedoel, ja, waarom? Je hebt mijn pinpas niet. Nee. Oh, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Yes, een afvalzak die had ik niet meer nodig. Maar ik ga hem wel openen, want misschien zit er alsnog in wat ik zoek in het leven. Geluk, geluk. Is dat die balloon guy? Dat is geloof ik dat mannetje wat je altijd met een ballon ziet staan in de Five Nights at Freddy's game. Maar laat me even kijken. Is die van Five Nights at Freddy's? Ik durf het niet te zeggen, maar hij lijkt een beetje op mij in de ochtend wanneer ik niet mijn zin krijg en naar school moet. Dus ik vind hem fantastisch. We zijn klaar voor de volgende en ik ben benieuwd wat het is. Hopelijk is het... Huh? Ik heb een babyflesje gekregen en ik heb een anti-zombie spray gekregen hier. Ik waarschijnlijk niet aan overleven. We beginnen met het babyflesje. Is dit, betekent dit dat ik een baby ben? Nee. Ik weet niet. Eet je nou een baksteen? Ik eet een baksteen, dat doe ik vaker. Maar er is hier nog iets anders en ik denk dat daar de baksteen ingedoopt moet worden. Heb jij mijn dippen? Yo, pas op. Ik kan... Doe nou even normaal, man. Vervolgens hebben we hier nog de Zombie Drop Juice. En ik weet eerlijk gezegd niet of dit een anti-zombie spray is. Het lijkt er in ieder geval op. Ik ben benieuwd of het Jeroen ook van mijn koelkast kan weghouden. Dat nooit. Nee, dat niet. Dat nooit! Oh gosh. Er zit hier een liquid in, maar ik denk dat ik het weer fout heb gedaan. Het is nog Het is over je broek gekomen. Er zit dus een soort van liquid in. En ik ga proberen dit. Liquid betekent trouwens vloeistof. En ik ga proberen het te proeven. Dat is code kaal voor Redman. In tegenstelling tot de andere cadeautjes heeft Jeroen deze best wel netjes ingepakt. Dus ik ben benieuwd of dat ook effect heeft op wat erin zit. Ik ga hem openen. Ik ben benieuwd. Tot nu toe voldoende cadeautjes wel aan mijn interessegebied zombies. Oftewel Jeroen in de ochtend wanneer hij net mijn badkamer heeft opgegeten. Dat doet hij soms. Daarom douche ik niet vaak. Ik ben benieuwd. Let's go.
Ik weet niet wat Jeroen wilt, maar ik denk dat ik mijn tandarts morgen toch even ga bezoeken voor de zekerheid. Ik heb hier voetbals bubblegum gekregen. Maar wat ik hier ook heb gekregen, en ik denk eerlijk gezegd als Soraya deze video ziet, dat ze mijn elleboog gaat proberen op te eten. Ponies! Een collection van ponies. Je kunt meerdere ponies hebben. Er is zelfs, oh gosh, er is een limited edition gouden pony verstopt in de pakketjes zoals deze. Je kunt hem krijgen, maar ik acht de kans erg klein. We beginnen natuurlijk met de kauwgom, maar zometeen hoop ik op de gouden pony. Oké, we beginnen. De blauwe. Dit is geen bubblegum, dit is gewoon letterlijk marmer. Je snapt toch waar ze vloeren mee leggen in een nieuwe badkamer? Dat ze zeggen, ja joh, doe maar marmer, dat is hard, daar kan niemand over uitglijden. Marmer! Hoorde dat niet uiteindelijk kauwgom? Doe de pijn aan je kiezen. De ponies, snel. Allemaal achter je de computer. Doe met me mee. Gouden pony, gouden pony, gouden pony, gouden pony, gouden pony, gouden pony, waar kan ik hem openmaken? Ik heb, oh hier. Gouden pony, gouden pony, gouden... Er is zoveel fout gaan in het leven! Dit! Ik kan alles goed maken. Het is niet een gouden pony, maar het is wel een blauwe pony. Met een kroontje. Is deze zeldzaam? Maar laat me eerst even kijken hoe die heet. Hij heet... Ze. Ze. Het is een ze. Het is een ze. Nee, het spijt me. Nee, kom maar. Nee, ik dacht echt... Waarom moet je altijd als een kusje geven, jongen? We hebben hier weer een... Hoeveel geld heb je eigenlijk uitgegeven? Nee, weet je, je kijkt op een manier alsof het niet jouw geld was. Ja, heb je een bankoverval in Oberhausen? Ja. Jeroen heeft mijn bank overvallen. Waarom? Pick-up is een chocoladereep. Waarom klinkt dit als een candy bar die Jeroen gebruikt in een club om een meisje de auto te maken? Nou, er zit een uitroepteken achter, dus eigenlijk zeg je gewoon... Rap op! Nou, we gaan hem openmaken. Ik weet niet waarom hij mij een chocoladereep geeft. Er zal vast een goede reden voor zijn. Misschien dat ik me er een ultra supersterke man door kan voelen. Maar dat betwijfel ik. No! Een fidget spinner gemaakt van Snoop. In 2017 had hij 300.000 views gepakt. Maar alsnog! Alsnog! Zou deze daadwerkelijk dienen als fidget spinner? Oké, dus zou deze hierin moeten en dan... Dit is literally een fidget spinner. Een werkende fidget gemaakt van Snoop. Het is heerlijk. Ik maak de afspraak wel met je orthodontist, dus ja. Wil je dat doen? Zullen we anders? Laten we nu gaan. Je hebt geen bom in de pakketjes gedaan, toch? Bom? Nee. Magic gum. Magic gum. Nou, dat zal heel veel... Vier pakketjes. Help me. Nee. We gaan door naar het allerlaatste cadeautje. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat zijn. Het heeft een... Oh nee, wacht even. Met het kistje nog. Ik ben benieuwd wat het gaat zijn. Ik ga hem in ieder geval open... Oh! Ja. Jeroen is zoals... Ik wou deze kopen. Maar ik had allemaal geld uitgegeven aan Robux. Maar het is een Super Mario Bros. Ja. In ieder geval, het is een collector's coin. En je kunt een basic krijgen en een legendary. Dus je kunt daadwerkelijk een zeldzame krijgen. En de ultra rare is degene met een blok en een vraagteken. Dus ik ben benieuwd. Maak hem normaal open. Tuurlijk maak ik hem. Wacht. Ja! Rare Chaser. Dit is zo enorm vet. Voor de mensen die denken dat dit een hele cheap ass, I don't know, munt is van plastic. Nee, deze is van metaal en er staat een Mushu op en daar word je groter van. Want ja, ik ben heel klein en dat al 5 jaar lang. Niemand vindt me daarom leuk. Maar alsnog, ik heb een hele coole munt en er staat dus een Mushu op en ik kan er niks mee. Dat is altijd het moraal van het verhaal. Als je speelgoed koopt, je kunt er meestal niks mee. Maar dit is wel cool en hij valt onder de rare. Niet de ultra rare, dus als jullie willen dat ik er meer open, koop ik er misschien wel meer. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Deze geef ik weg. Wil je hem winnen? Laat in de comments weten wat Jeroen moet doen wanneer hij een piñata eet op zondagochtend, wanneer de ontbijtramen op zijn. Dat is een goede vraag, toch? Vind ik een goede vraag. En nu dan toch echt het moment waar ik zo lang op heb gewacht. Er is hier namelijk een heel speciaal kistje met een slot eraan. En daarbovenop zit een klein mini sleuteltje. Maar de vraag die ons allemaal luidt is natuurlijk... Wat zit er in het kistje? Jeroen heeft er iets in gedaan. Wat het is, dat weet ik niet. En daar gaan we nu achter komen. Jongens en meisjes, let's go. Doe nog gewoon eens even normaal, jongen. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes! Ja! Oh! Oh.
zijn eieren en eentje is kapot. Dit is trouwens een ander soort ei. Deze is roze. Vergeleken. Er zitten er twee. Laat me eerst deze open. Jerry, ik had meer verwacht. Ik wil niet vervelend zijn. Ik slaap hier. Wil je niet meer binnenraken? Sorry. We gaan hem openen. Nou, dat is wel heel makkelijk, want hij was namelijk al kapot. Wat zit er in dit? Oh my gosh. Oh my gosh, jongens. Het is een mislukte fidget spinner. Dus we gaan nu snel door naar het volgende ei. Ik ben zo benieuwd wat er in het allerlaatste ei gaat zitten. Ik heb zoveel van dit soort surprise eieren geopend de afgelopen tijd, omdat ik er letterlijk verslaafd aan ben. De vraag is alleen, wat zit er in het laatste ei? En hoe openen we het natuurlijk met onze tanden? Niet op de grond gooien. 3, 2, 1. Oh gosh, oké, dit is iets anders. Dit heb ik nog niet eerder gezien. Oh jawel, ja, nee, dit, ja. Ik was overduidelijk teleurgesteld. Eieren, waarom doen jullie mij dit aan? Dit zijn letterlijk figuurtjes waar je mee kunt tekenen. En ik moet zeggen dat ik tekenen vroeger heel erg leuk vond. Dat ik ook heel erg veel getekend heb. Alleen momenteel heb ik daar niet meer heel erg veel tijd voor. Dus ik ben benieuwd of je hem kan eten. Ik heb een kies gebroken, dat kan dus niet. Jongens en meisjes, ik ben tevreden. Een aantal van deze dingen kan ik weggeven. Ik ga nu de komende uren eerst de badkamer verschonen. De kluis openmaken vond ik een fantastisch leuk video idee. Dus dankjewel, Jeo. Tik hem aan. Ik vind je tik hem aan. Nee, ik wil een box van je. Die ga je terugkrijgen, rocker. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Abonneer natuurlijk ook even op DutchTuber Gaming. De link staat in de beschrijving voor dagelijkse Roblox video's. En mijn Instagram is... Daar schrok ik even van. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios. Lief hè, dat jullie daar maar weer waren. Kom hier, geef me een knuffel. Oh.